Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video van passiefinkomen.nl. In deze video gaan we drie onderwerpen behandelen die in het nieuws zijn geweest de afgelopen week. We beginnen met Tesla en NIO en hun productieaantallen en vooral ook wat we voor de rest van het jaar kunnen verwachten. We lazen ook dat er in Amerika belastingen worden verhoogd voor bedrijven. Nou, wat is dan de impact op de aandelenkoersen van deze bedrijven? En tenslotte kijken we naar Alphen, want er is een klacht richting Alphen en de informatie of de beperkende informatie die ze eigenlijk richting beleggers weggeven. Nou, dat zijn de onderwerpen voor deze video. Laten we snel beginnen. Laten we deze video dan beginnen met NIO en Tesla, want afgelopen week werden de productie- en leveringsaantallen bekend van beide bedrijven. En dus kunnen we weer gaan vergelijken met de afgelopen kwartalen en kijken hoe deze bedrijven het doen. Te beginnen met NIO bekijken we ten eerste dus de cijfers op de website van NIO. Dan lezen we dat ze zeg maar 7250 voertuigen hebben geleverd in maart 2021, wat een toename is van 373%. Met diezelfde periode een jaar geleden. En in totaal hebben ze zeg maar 20.000 voertuigen in het eerste kwartaal geleverd. Oftewel een toename van zo'n 423%. Bekijken we de afgelopen kwartalen op Hypercharge voor wat meer inzicht. Dan zien we dat Q1 meestal het slechtste kwartaal is. Dat is vaak eigenlijk het geval of bijna altijd het geval bij autofabrikanten. Dat heeft er meestal mee te maken vanwege nieuwe belastingregels. Is vaak Q1 wat minder interessant. Iedereen wil dan juist nog in het laatste kwartaal snel een auto kopen, omdat daar nog vaak de gunstigere tarieven gelden. En je zult dan zien, omdat iedereen die daarmee bezig is, dan zijn auto al heeft, dat er gewoon minder wordt verkocht in het eerste kwartaal van het jaar. Kijken we dus naar die 20.000 voertuigen die NIO dit kwartaal, afgelopen kwartaal heeft geleverd. En zouden we die hier intekenen, dan komen we iets hoger uit dan Q4 2020. Want toen hadden ze 17.350 voertuigen. We zien hier trouwens ook dat NIO nu een marktwaarde heeft van zo'n $60 miljard. En het wordt dus gewaardeerd op 25,1 keer de omzet van de afgelopen 12 maanden. Gaan we nog verder kijken, waar ze vorig jaar ongeveer 44.000 auto's hebben geleverd. Zouden ze dit jaar wel eens op weg kunnen gaan naar de 100.000 auto's. Afhankelijk ook een beetje van de impact van de chiptekorten, want ook daar heeft NIO last van. En 100.000 is trouwens ook het aantal auto's dat NIO tot nu toe heeft geproduceerd. Want dat zagen we laatst, zag ik tenminste laatst op Instagram voorbij komen. Gaan we door naar Tesla. Daar zijn de grafieken al wel bijgewerkt op Hypercharts. En hier zien we ook dat Tesla het beste kwartaal ooit had, waar normaal dus ook bij Tesla het eerste kwartaal wat tegenvalt. We zien in totaal net geen 185.000 auto's die geleverd zijn. Het grootste gedeelte was de Model 3 met 120.000 stuks, gevolgd door de Model Y met zo'n 63.000 stuks. En de Model S en X zijn samen maar 2000 stuks. Dat is gewoon heel weinig, zeker ook met andere kwartalen. Maar de productie heeft ook stilgelegen in verband met een facelift. En ook bij Tesla verder rest heeft de productie wel even stilgelegen. Zover ik weet niet vanwege chiptekorten, maar het geeft wel aan dat het eigenlijk dus de productie, wanneer je deze optimaliseert, nog steeds hoger kan liggen. En je hoort dan ook vaak dat Tesla overgewaardeerd is. Maar NIO is dat misschien nog wel een beetje meer, want bij NIO zagen we dat je 25,1 keer de omzet betaalt. En bij Tesla is dat maar, tussen haakjes, 20,8 keer. En we zien ook dat Tesla vele malen groter is, met een omzet van 31,5 miljard in het afgelopen jaar. En daardoor een waardering heeft van op dit moment meer dan 650 miljard op de beurs. Tesla is met de huidige locaties dus al in staat om zo'n 750.000 auto's per jaar te produceren. Maar we weten dat er dit jaar ook twee nieuwe fabrieken bijkomen, die daar dus aan bij kunnen dragen om dat eigenlijk omhoog te krijgen nog. Ten eerste Giga Berlin in Berlijn. Daar zijn ze nieuwe fabrieken bouwen en de laatste berichten zijn dat Tesla in juli eigenlijk daar al wil beginnen. Dan kost het vaak nog een paar maanden voordat ook echt de eerste leveringen vanuit zo'n fabriek worden gedaan. En de tweede fabriek is in Amerika zelf, Giga Texas. En daar zijn de verwachtingen dat we echt aan het einde van het jaar ook daar leveringen kunnen zien. Dus die 750.000 auto's die Tesla ook een beetje zelf verwacht, kan nog wel eens laag worden ingeschat. Zeker als die nieuwe fabrieken aan het einde van het jaar ook dus productie gaan draaien. En ik ben ook erg benieuwd wat jij verwacht. Zie jij bijvoorbeeld Tesla dit jaar 1 miljoen of meer auto's misschien zelfs wel produceren? Laat dat weten in de reacties onder deze video. Want als we ook nog even de laatste jaren van Tesla gaan kijken, dan zien we dat het hard is gegroeid.
van 100.000 auto's in 2017 naar 245.000 in 2018, gevolgd door 370.000 in 2019 en afgelopen jaar dus bijna 500.000 auto's. Wil je nou trouwens ook beginnen met beleggen? Kijk dan eens naar de Giro, dat is de broker die ik het meeste gebruik, net zoals 1 miljoen anderen, bijvoorbeeld voor de aankoop van mijn Tesla en NIO aandelen. Via de link onder de video kun je gratis een account openen en daarmee help je het kanaal, zodat ik ook meer van dit soort video's in de toekomst kan blijven maken. Maar gaan we door naar het volgende onderwerp en dat gaat over meer belasting. En dat is geen populair onderwerp, al heeft het niet echte impact op jou, tenminste niet direct, maar wel op Amerikaanse bedrijven. Want waar Trump de laatste jaren juist de belasting voor bedrijven naar beneden heeft gedaan, is nu het plan van Biden om deze weer te verhogen. Van 21% nu naar 28% in de toekomst. Dat is natuurlijk negatief nieuws voor bedrijven, want hoe meer ze kwijt zijn aan belasting, hoe minder winst er overblijft. En minder winst vertaalt zich ook vaak in een beurskoers. Een aandeel is dan gewoon minder waard. Nou, de reden van deze belastingverhoging is dat Biden natuurlijk de steunpakketten bekend heeft gemaakt. Hele grote steunpakketten. Maar deze zullen ook betaald moeten worden. En vaak komt de rekening dan al te liggen bij de wat rijkere bedrijven en personen. Maar de markt reageert er op dit moment nog niet zo heel erg op. Misschien is dat al ingeprijsd in de dalingen van de laatste 2 maanden. Waar we toen eigenlijk vooral nog keken naar de stijgende rente, kan het eigenlijk ook zo zijn dat de belastingverhoging stiekem al een beetje werd meegenomen. Want hoewel het dan misschien wel niet specifiek genoemd werd, iedereen wist wel dat het geld ergens vandaan moest komen. En zoals gezegd, vaak komt het dan van rijke bedrijven, bedrijven die winst maken of rijke personen. En is een belastingverhoging dan slecht voor beleggers? Nou, dat hoeft niet per se zo te zijn. Beleggers zijn ook vaak steeds meer betrokken bij goed ondernemerschap. Vorige week hadden we bijvoorbeeld de beursgang van Deliveroo die echt een flop werd. Mede omdat grote investeerders niet wilden beleggen in een bedrijf dat slecht omgaat met het personeel. Of in ieder geval niet in tijden dat het breed wordt uitgemeten in het nieuws. Maar meer belasting zorgt uiteindelijk ook voor meer inkomsten voor de overheid. Daar kunnen bijvoorbeeld infrastructuur van worden verbeterd. Daar krijgen mensen meer inkomen door. Mensen gaan uiteindelijk weer meer uitgeven. Dat is goed voor de economie. En dus kunnen op de lange termijn bedrijven ook hier gewoon van profiteren. En Amerika wil nu ook dat landen wereldwijd hier een minimum gaan invoeren voor wat betreft belasting. Ten eerste natuurlijk omdat Amerika anders minder interessant wordt en bedrijven naar andere landen gaan. Maar natuurlijk ook omdat het gewoon landen anders met elkaar blijven concurreren. En dat gaat steeds door middel van lagere belastingtarieven. En uiteindelijk wint dan geen enkel land. Dus het heeft misschien wel impact op de korte termijn. Maar het hoeft niet eens zo negatief te zijn op de lange termijn. Tenminste, dat is mijn mening. Gaan we dan door naar het laatste onderwerp van deze video. En dat gaat over Alphen. Een bedrijf dat erg populair was op de beurs het afgelopen jaar. En ook zeker populair was in onze community. Zelf heb ik 100 aandelen gekocht vorig jaar. Waar ik inmiddels net geen 200% rendement op heb gemaakt. Maar omdat Alphen zo populair is geworden, liggen ze nu ook een beetje onder vuur, zeg maar, door de VEB, de Vereniging voor Effectenbezitters. Ze zijn namelijk van mening dat Alphen meer informatie aan beleggers moet verschaffen. Zeker nu het bedrijf gegroeid is naar een waarde van 1,5 miljard euro. We lezen hier dan bijvoorbeeld: beleggers zijn lyrisch over het aandeel, maar om een goede inschatting te maken van het potentieel van Alphen is het cruciaal om te weten hoe winstgevend elk van de 3 activiteiten is en hoe hoog de investeringen in bijvoorbeeld fabrieken en werkkapitaal liggen. En ik denk dat ze hier best wel een goed punt hebben, want als belegger zijnde wil je gewoon goed onderzoek kunnen doen. Zeker bij een bedrijf dat echt enorm hard groeit, wil je onderzoeken waar die groei vandaan komt, wat het kost en welke marges je maakt op die onderdelen. We lezen echter vandaag ook dat Alphen tijdens de jaarvergadering heeft aangegeven die informatie niet te kunnen geven, omdat de boekhoudsoftware dat onderscheid gewoon niet maakt. Volgens Alphen is het evenwel niet mogelijk, vanwege het boekhoudsysteem die de onderneming gebruikt, om de cijfers per segment op te leveren. En dat bevestigde de accountant donderdag, aldus Janssen. En dan is er een uitzondering toegestaan. En kijken we nu naar de koers van het aandeel, dan zien we dat het aandeel nu zo'n 2% in de min staat. Dus blijkbaar zijn beleggers gewoon niet tevreden met de reactie vanuit Alphen. Maar wat vind jij? Een bedrijf zoals Alphen, een bedrijf dat heel erg populair wordt, wat heel erg groeit,
is het dan belangrijk dat het bedrijf ook steeds meer informatie geeft, zodat je als belegger zijnde goed onderzoek kunt doen, zeker bij een bedrijf dus wat inmiddels deze waarde en ook deze groei heeft. Laat ook dat wel weten in de reactie onder deze video. En ook daar kun je alle tips, suggesties of andere feedback achterlaten. En mogelijk kunnen we elkaar op die manier ook helpen. Zijn we daarmee aan het einde gekomen van deze video, wil ik jou weer bedanken voor het kijken. Vond je het een leuke, interessante video? Geef dan zeker even een duimpje omhoog. Wil je meer van dit soort video's zien, maar ben je nog niet geabonneerd op het kanaal? Zorg dan dat je klikt op abonneren onder deze video. Wil ik jou een fijn weekend wensen en dan hoop ik jou weer bij de volgende video te zien.